De avondploeg. Game time. Yes, met Maarten Wart van IGN.com. Heren, welcome back. Goeie avond en het voelt goed om terug te zijn. Alhoewel, ik heb wel een beetje het idee dat het niet 's avonds is of zo. Jullie zitten nog een beetje in de jetlag? Ja. Maar even, zou je even voordat we beginnen aan het nieuws. Ik wil even daar staan. Je hebt die enorme hal. En ik kijk om me heen. Wat zie ik dan? Hoe ziet bijvoorbeeld de stand van EA eruit? Ja, ik weet het nog goed, jongen. Het was 2007 toen ik voor het eerst in zo'n hal binnenliep. En toen dacht ik ook van, nu ga ik het meemaken. Dit is het Valhalla. En je komt dus binnen in, er zijn twee zalen. De West Hall en de South Hall. In LA. Naast het Staples Center. Waar de Kings de hele tijd spelen nu voor de playoffs. En dan kom je er binnen en dan zie je stands. Gigantisch hoog. Tot waar je kijken kunt bijna. En dan zie je, er ligt daar vloerbedekking omheen. Net nieuw gelegd. Dik vloerbedekking. Dan loop je de hele dag op en dan word je moe van. Met mooie lichten, vette letters van Sony en Konami en EA. Met Messi die groter is dan het gebouw van de Nationale Nederlander. Dat denk je dan, hè? Ja. Maar er staat gewoon een levensgrote Messi. Staat daar gewoon, even voor FIFA. En Bart zijn favoriete game Evolve. Dat is van 2K. Dat is een hele leuke multiplayer game. Daar staat een gigantisch monster. Echt super groot. Met kwijl uit zijn bek. En het is dan een character uit de game, zeg maar. Dus het is onwijs groot. En alles is overdondertje. En er lopen natuurlijk allemaal booth babes. Gamejournalisten. Oh. En booth babes, ja. Die lekker in de rij staan. En dan kunnen wij met onze pasjes voorkruipen omdat we fastpass hebben. Kortom, het zag er fantastisch uit. Wat hebben jullie allemaal, wat zijn jullie te weten gekomen, jongens? Ja, ik dacht, wij moeten even hebben over onze top 3 games. Want ikzelf, we hebben natuurlijk best wel veel games gezien. Maar dan hebben we het over games die nog moeten gaan uitkomen. Moeten komen, nou, ook dit jaar. Bijvoorbeeld Assassin's Creed Unity. Dat speelt zich af ten tijde van de Franse Revolutie. Het leuke daarvan is dat je met weer zo'n Assassin's Creed doet, weet je wel, je speelt dat spel. Maar het leuke is dat je het multiplayer kunt doen. Dus je kunt met z'n vieren door Assassin's Creed banjeren en dan de Bastille bestormen. Ik bedoel, dat is wel leuker dan een geschiedenisles, denk ik. En wat ook leuk is aan Unity, ze hebben die hele stad waar je normaal altijd van die missies in had, hebben ze een soort van opnieuw vormgegeven dat je op een natuurlijkere manier missies vindt en je door die stad beweegt. En het ziet er ook weer een beetje uit zoals Assassin's Creed 1 en 2... En niet meer, weet je, pirates en oceanen, maar weer echt gewoon een stad en je daar uitleven. Unity heet dit, hè? Ja. En welk nummer is dit dan? Joh, dat is een goede vraag. Ze komen elk jaar met een nieuw, hè? Nee, maar ik bedoel, als in welk, je zei toch dat het een top 3 zou worden? Oh, sorry. Willekeurige volgorde. Ik denk dat het top 3 is. Nou, dan wordt het 3. Lekker. En voor mij is het top 2 dan. Of moeten jou 3 even doen? Oh, ja, laten we met mijn 3 dan beginnen. Dat is voor mij is dat Destiny. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dat is een nieuwe game van de makers van Halo, toch? Ja, uitgever van Call of Duty. Die maken nu samen een soort van... het is geen MMO, weet je, met zo heel veel mensen op één server. Maar het is een soort van beleving waar je in je op een grote map met meer mensen op bepaalde momenten... Dit wordt heel complex. Ja, leg het even. Probeer het even Jip en Janneke te doen, okay. Bart. De mensheid is bijna uitgestorven. Jij bent een van de laatste overlevenden. En je moet uit gaan zoeken waardoor dat komt. Ah, kijk. En het is een shooter. En het is een episch verhaal. Het is een beetje Star Wars. Het Star Wars van onze generatie, dat is wat het moet worden. Maar je speelt in je eentje in principe. En in je eentje, maar ook met wildvreemde mensen. En je speelt voornamelijk samen. Oké. Wat nog meer? Mijn nummer 2 is FIFA 15. Wordt gewoon een vette game. Kan ik heel kort over zijn. Top. Oké. Mijn tweede game is Evolve. Dat is 4 man tegen 1. Speel je, het is een soort van Dota of League of Legends. Je hebt 4 mensen die allemaal een rol hebben. En die spelen tegen 1 monster. Het is 1 groot eindbaasgevecht. Maar dat monster wordt ook door een speler bestuurd. Die is dus heel sterk. Het is gewoon een kat-en-muisspel. Het is heel grappig. Dus eigenlijk een beetje een soort... duiken we de diepte in. Maar alsof je in World of Warcraft met z'n allen zo'n dungeon ingaat. Dat idee. Absoluut. En je moet heel goed samenwerken. Want je eentje kan je dat monster niet kapot krijgen. Hij begint op level 1. Hij gaat zijn best doen om level 3 te worden. Want level 1 is hij zwakker dan de hunters. En level 3 is hij sterker. Dan de hunters. Dus, en dit gaat allemaal online gebeuren? Ja, het is een online game voor de Xbox One, PC en PlayStation 4. 1. Jawel, de onbetwiste nummer 1. Voor de tweede jaar op rij, volgens onze IGN-collega's ook allemaal wereldwijd, is The Witcher 3. En dat ken je misschien niet helemaal. Nee, nooit van gehoord. Het is gemaakt door een stel Polen. Poolse ontwikkelstudio. En die zijn heel talentvol. Daarnaast games ook badkamers. Ze waren goedkoop. Hoe je deze game het beste kan omschrijven, is een volwassen Skyrim. Skyrim met seks, met geweld, met humor. Bloed. Heel veel humor. Humor. Waar Skyrim een beetje lief is en heel fancy, is de wereld van The Witcher is heel grijs. Het is naar aanleiding van een boek
van een hele van de Poolse Tolkien. En The Witcher, dat is niet per se een good guy of een bad guy. Maar ja, weet je, hij houdt van vrouwen, hij houdt van geweld, bruut. En ook het vechten is ook gewoon een stuk pittiger dan. En dit is singleplayer? Singleplayer RPG, open wereld. Naartoe gaan waar je heen wilt. Het ziet er fantastisch uit. En het leuke is, ik had die presentatie dan op donderdagochtend. Oh. En die gasten vroegen ze of ik bier of vodka wilde. Nice. Lekker toch, die Polen. Ja, die hebben het wel goed bekeken. En hoe heet deze game? The Witcher 3. De avondploeg. Game time. Yes, met Maarten en Bart van IGN.com. Jongens, we gaan het hebben over de nieuwe Mario Kart. Ja, eindelijk is die er. Want dat is toch altijd wel een speciaal momentje. Weet je, nieuwe Nintendo console. Hè, de Wii U, je hebt hem thuis, Daniel. Ja, ik heb hem, Je hebt wel wat spelletjes gespeeld waarschijnlijk. Maar ja, nou eigenlijk alleen tot op heden gewoon Mario en Donkey Kong. Nou ja, dat zijn hele leuke games natuurlijk, maar Mario Kart is toch wel echt de multiplayer game die je op zo'n Wii U wil spelen. Ah, gaat deze game ook ervoor zorgen dat dat ding meer wordt verkocht? Want dat valt een beetje tegen, toch? Dat is al zo gebeurd. Hij is al een paar weken uit. Binnen een paar dagen was hij al 1,2 miljoen keer verkocht. Dus hij heeft een flinke boost gegeven aan de Wii U. Dat kon hij wel gebruiken, want zo goed gaat het niet met die console. Maar ja, zo'n nieuwe Mario, dat is toch echt wel een momentje. En, ja, zeker. Omdat het er super flits uitziet, want het is eindelijk een Mario Kart in HD. Ja, ik zit nu ook even te kijken naar de beelden. Als je 538 TV erbij pakt of de stream op 538.nl, kan je het ook zien. Het ziet er wel heel erg tof uit, die werelden en zo. Maar wel gewoon klassiek Mario, toch? Kijk, je kan er een heel lang verhaal over houden. Kijk, het is gewoon 16 nieuwe tracks, 16 oude tracks die opgekalefaterd zijn naar huidige tijdperk, zeg maar. Mario characters uit alle games en schilders schieten. En het is gewoon eigenlijk Mario Kart as usual. Ja, maar ja, moet je dat dan echt helemaal gaan veranderen? Weet je? Nee, geen nieuwe tricks of zo, geen nieuwe waar je mee kunt schieten of zo. Ze voegen iedere Mario Kart voegen ze altijd wel iets nieuws toe. En in deze heb je gravity, dus je kan nu tegen muren en plafonds oprijden. En in principe werkt dat heel natuurlijk. Heb je helemaal niet door dat je op de kop rijdt. En dat heb je in sommige andere Mario Kart levels had je dat ook al, dat je een beetje schuin ging. Maar nu heb je gewoon, als je over blauwe lijnen heen rijdt, dan kun je gewoon tegen muren oprijden, tegen plafonds. En dan wordt het een stukje complexer. En chaotischer vooral. En chaotischer. Maar er is één ding, dames en heren. En iedereen wordt daar heel erg blij van. Want dit is de allerbeste, de correcte beslissing die altijd iedereen, iemand had moeten nemen in Mario Kart. En dat is... Nou? Ik kan nou het blauwe schildje eindelijk ontwijken. Oh, ja. Dat is die ene die standaard naar degene gaat die nummer 1 rijdt, toch? Maar het kan toch sowieso als je de achterkant zo'n bommetje laat vallen of zo op het juiste moment? Nee, niet de blauwe vlieg, vriend. De blauwe vlieg niet. het zit hem hoog, ik hoor het al. Het is zo frustrerend. Ja, het is ook niet leuk, want altijd als je slecht bent, dan krijg je die shit. En als je eerste rijdt, krijg je hem gewoon niet. Dat kan namelijk niet. Nee. Oké, maar je kunt hem nu ontwijken. Hoe doe je dat voor de mensen die dat graag zouden willen weten? Dat is een hele goede vraag. Tips en tricks bij Mark. Tips en tricks bij Mark. Geen idee. Let me Google that for you. Ja, oké. Maar de wapens zijn sowieso gebalanceerder. Dus niet meer dat je echt ver achterop rijdt, dan krijg je inderdaad wel wat betere wapens. Maar het is niet zozeer dat je dan standaard een blauw schildje krijgt. En dat je... Weet je, dat had ik altijd. Ik probeerde altijd een soort van tweede net achter de eerste te rijden. Ja, ja precies. Dus echt goed racen is belangrijker dan voorheen. Ja. Okay. Maar het blijft natuurlijk wel één grote chaos. Tuurlijk, het blijft Mario Kart. Dat wil ik nog even weten. Want met die Wii U heb je natuurlijk tegenwoordig die controller met het grote scherm. Ja. Dan kan je je oude Wii-controllers gebruiken om mensen erbij te pakken of zo? Ja, je kan gewoon met je Wii-controllers, maar ook gewoon van die Pro-controllers. Je kan zoveel verschillende controllers daarop aansluiten. En we gaan hem weggeven, toch? Yes. We gaan hem weggeven. Hoeveel nieuwe tracks zitten er in Mario Kart Wii U? Mario Kart 8 wordt die ook wel genoemd in de huiskamer. Hoeveel nieuwe tracks zitten er in Mario Kart 8? Jongens, ik wil het weten en je verdient hem op de Wii U. Dus, hoeveel nieuwe racebanen in de nieuwe Mario Kart? SMS jouw antwoord. Naar 5380. De avondploeg. Ja. Game time. Yes, en we hebben het over de nieuwste games. Net hadden we het over de gloedje nieuwe Mario Kart. Hallo met wie? Hoi, met Shirley. Shirley! Ja! Hey. Yeah. Dit is een hoge uitzondering dat we een dame aan de lijn hebben bij Game Time. Goed, hè? Wat speel jij zo al? Mario Kart. Kijk eens. Is dat het enige spel wat jou ooit aanraakt? Nou, voor de rest, ik vind het af en toe leuk om Mario Kart te spelen met mijn neefjes en nichtjes, maar daar blijft het bij. Nou, kom op. Ik bedoel, de gemiddelde vrouw heeft toch ook wel de Sims gespeeld, of... Nou, dat vond ik een jaar leuk, maar daarna niet meer. Ah, maar zie je, toch een jaar volgehouden. Ik vond het leuk om huis in de fik te steken, zo. Bij de Sims? Ja, ja, ja. Hey, ja. Leuk om kindjes te maken. Ja. Homo-relaties ook, dat kan ook allemaal. Allebei leuk in test. Kan ook, hè? Ja, ja, ja. Goed, Shirley, de vraag is als volgt. Hoeveel nieuwe tracks zitten er in Mario Kart 8? En met tracks bedoel ik natuurlijk banen.
ik had 16 geantwoord. Gefeliciteerd, Shirley. We gaan hem jou opsturen, de gloedje nieuwe Mario Kart. Supergoed, bedankt. En een hele fijne avond. Hetzelfde. Hoi, hoi. Hoi. Jongens, jullie weer bedankt. Ja, we hebben iemand blij gemaakt. Ja, dat is dat toch... Dat is altijd leuk. En als we eens een keer een vrouw blij kunnen maken, is helemaal top, toch? We hebben er zelfs laten gillen. Ja. Goed, tot volgende week.